Jongens, we zijn er. Dit is het beroemde kleurrapport. Het is zo vredig en stil en heel erg stil. Een knopje aan. Waar is iedereen? En daar hebben we Prinses Peach. Ah, fijn om weer op het droge te zijn. We zijn toch wel op de juiste plek. Kleurrapport. Ik dacht dat dit een toeristenstartje was. Het is hier heel erg stil, vinden jullie ook niet? Ja, maf. Ik heb ze zelf laten weten dat we zouden komen. Je zou denken wel... een warme onthaal zouden hebben voor de beroemde Mario en Prinses Peach. Over Mario gesproken, wat spookt daaruit? Mario, we zijn er! Kom maar naar buiten! Dan heb je die propje, Mario. Oh, dat was me nog eens een storm, hè, arme ziel. Mario ziet eruit als een weggegooid snoeppapiertje. Strijk jezelf eens even glad. Nou, strijk je glad, Mario. Daar hebben we de Mario. Zo ken ik je weer, Mario. Beter. Goed, laten we nog eens een kijkje nemen naar die brief. Oh, ik krijg de kriebels als ik bedenk wat ik echt vasthoud en een opgevouwen kleurloos stoot. Onze eigen aanwijzing is dat de stempel hier uit de kleurrapport komt. Hey, zwoerige Prinses Peach, ik heb de toeristische gids van de kleurrapport van voor naar achter doorgelezen. Laten we naar de kleurenfontein in het centrum gaan. Dat zou een echte toerismeactie zijn, moeten zijn. Ik neem aan dat we daar wel bewoners zullen tegenkomen die ons verder kunnen helpen. Klinkt als een goed plan, maar het is hier veel te stil, dus ik heb het idee dat er wel eens iets naars gaande zou kunnen zijn. Laten we voorzichtig zijn. Nou, laten we even kijken. Dan hebben we hier de bord. Welkom in de kleurbord. Maar dat bord was niet te lezen. Oh, wat is dat? Zo te zien lig er iets op de krat. Kan jij opspringen en een kijkje nemen, Mario? Laten we er even op springen. De hamer bekijken. Het is een hamer. Super, dan is het helemaal niet zo erg dat ik onderweg je hamer per ongeluk overboord heb gegooid. Oh, dit is echt zo erg dit. Hij werkt vast precies als je normale hamer. Druk maar eens op B. Nou, B opdrukken. We hebben hier de... Hallo, staan er niet iets voor me? Gezicht, joh. We hebben hier coins. Allemaal coins. Allemaal muntjes. Want ze zijn natuurlijk Nederlands. En dan gaan we die ook eventjes openen. Het spijt me, krat, maar je liet ons geen keus. Oh, dat is dus de A-tijd om een stadje te verkennen. Nou, ik sla deze nog ook eventjes eruit.
het opnemen. Even die, deze ook maar. Hallo. Doe even wat. Oh, deze al was ik vergeten, zeker. Net. Ik hoop het niet eigenlijk. Tjoejoejoe, wat een leegte. Wauw, het is hier een spookstad. Er klopt hier echt iets niet. Weet je zeker dat ik een kleurfontein is dood? Volgens mij, gids, is de fontein een regenboog van kleuren en blijheid. Dus, tja. Dat leek me niet echt te kloppen. Ik zal eens gaan kijken of ik iemand kan vinden. Ja, zoek maar je minuut. Aan de stempel te zien is deze arme toad absoluut in de kleurplot op de bus gegaan. Maar wie doet er nou zoiets? Kijk! Een soort apparaat is uit de fontein gerezen. Misschien moet je dat even van dichtbij gaan bekijken. Nou, bekijk maar eventjes. Activeer een geval van nood, drie schakelen op het plein. Blauwe mappen, geel trekken, rood springen. En dan gaan we het gewoon weer eventjes springen. En dat is de eerste blok. En in de middelste natuurlijk. En dan gaan we eventjes trekken. Dat is geen trekken. En dan gaan we naar de volgende. Dit was de map. Nou, wat komt er nou voor tevoorschijn hoor? Ik ben benieuwd. En dat is een verfkiek. Nou, wat gaan we met verfkiek doen? Laten we eens kijken wat erin zit. Probeer deksel eens te openen in Mario. Hij doet hem niet. Oh, hij kan hem niet open doen. Oh, natuurlijk. Je hebt speciaal gereedschap nodig om zo'n verfblik open te krijgen. Nou ja, we hebben alleen iets botter gereedschap, maar het is te proberen niet. Lekker opslaan. Daar hebben we de toon. Au, waarom deed je dat nou? Wat zou jij ervan vinden als ik een treun gaf met een hamer terwijl jij lag te slapen? Het spijt ons. Het is gewoon dat we dachten dat je een verfblik was. We proberen je open te maken. Oh kijk, gelijk die boosheid is weg. Een gewone verfblik ik. Oké, je ziet eruit alsof je niet van hier bent. Dus die opmerking zal ik je vergeven. Maar ik ben zoveel meer dan een gewone verfblik. Maar goed, nu je toch wakker bent. Nu je me toch hebt wakker gemaakt, kunnen we gelijk een hapje gaan eten. Jullie trakteren. Luien. We zijn hier eigenlijk om een vreemde brief te onderzoeken. Alleen het is eigenlijk geen brief, het is een toad die helemaal kleurloos is. En met een stempel uit de kleurenportal staan we toe voor te stellen. Ik ben prinses Peach uit de Paddenstoelenrijk. En dit is mijn goede vriend. En ze zegt ze, goede vriend hè. Geen echtgenoot. Nee, een goede vriend. En hij springt op de dingen en maakt ze met een hamer indien nodig. Maar hij is eigenlijk heel zachtaardig. En ik heb hier ook nog ergens een slimme harde werkende onder daar rondlopen. En wie zal het dan wel niet zijn? Ai! Wat was dat? Stop, blijf uit mijn buurt. Dat klonk niet heel erg goed, hoor.
Dat klonk als Toot. Hij is misschien gewond of in de moeilijkheden. We komen eraan, Toot. Nou, snel naar Toot lopen dan. Hou op. Mijn prachtige kleuren. Hemeltje, wat doet dat figuur met hem? Mario, help me. Ik voel mijn broek niet meer. Maar ik heb iets gevonden dat van pas komt. Neem dit mee en vergeet niet om aan me te denken. Al zijn kaarten. Dat zien we allemaal. Nou ja. Mario zorgt er wel weer voor dat hij vrijkomt. Toot, nee! Waar wacht je op, Mario? Gebruik een gevechtsstraat om te stoppen. Oh nee! Toot! Daar komt hij. Wacht even. Heb je al verf, Mario? Wat? Je weet wel verf. De kleuren gespeeld door onze lichaamstromen. Nee. Wat gaan we doen? Er is hier nergens verf te vinden, vinden jullie ook niet? Ach, er is er geen andere mogelijkheid. Maar je zult me moeten uitwringen. Druk gewoon op A om uit te wringen. En niet verlegen zijn hoor. Nou, wring hem lekker uit. Nou, hij voelt zich zo licht. Oei, ik voel me licht en luchtig. Voelen jullie papieren figuurtje je niet altijd, je altijd zo? Goed genoeg gewapperd. De verf die je zojuist hebt geabsorbeerd is in feite mijn bloed, zweet en tranen. Dat is misschien een beetje vies, maar we zoeken straks wel een douche. Je kunt nu in ieder geval verf gebruiken om de kaarten die je van je vriend hebt gekregen kracht te geven. En dan kun je vervolgens met je kaarten wraak nemen op deze verlegen sluipmoordenaars. Sorry dat ik onderbreek, maar we gaan nu je aanvallen. Ik bedoel, nee, dat vind ik helemaal niet goed. En sinds wanneer zijn jullie met z'n drieën? Het zal wel. We hebben kaarten, we hebben verf. Je weet wat je moet doen, Mario. Nou, let's go. De eerste fight. Wacht, je weet helemaal niet wat je moet doen. Geen zorgen, oom Toon. Leg het wel even uit. Nou, hij legt het weer uit op de gamepad. Hier zijn alle kaarten die je van Toon hebt gekregen. Oh, de Toot. Ze heet de gevechtskaarten, dat spreken hopelijk voor zich. Met elke kaart kun je een actie uitvoeren tijdens een gevecht. Plaatjes geven je een idee wat de kaarten doen. Deze kaart staat vol 2 schoenen. Dat betekent dat je deze kaart 2 keer kan gebruiken voor een sprongaanval. Het aantal afbeeldingen geeft het aantal aanvallen weer. Met deze grote sprong voel je 1 hele grote krachtige sprong aan. Hoe groter de afbeelding, hoe krachtiger de aanval is. Simpel toch? Goed, kies een kaart en sleep hem naar dit vakje. Nou, we gebruiken even de 2 kaarten. Met de 2 schoenen op de kaart. Raak kaart klaar. Om als je deze kaart wil gebruiken. Nou, ik zal niet zoveel zeggen, maar probeer het maar eens uit. Nou, we hebben de kaart. Oh, nu kan je de kaart inkleuren. Raak de kaart gewoon aan met je vinger om hem te verven. Hoe meer verf, hoe krachtiger de kaart wordt. Klaar met kleuren. Nou, bedankt voor je uitleg. Slepen hem nou even omhoog. Als je de kaart wil spelen, sleep hem gewoon omhoog. Dan begint het gevecht. Nou, sleep hem omhoog.
Goed, nu wordt het mijn eens. Druk op die kritieke punt van aanval op A. Om meer schade te veroorzaken of zelf extra aanvallen te verdienen. Voor een sprongaanval druk je op A. Vlak voor je dat je vijand bestand. Met de juiste timing kun je tot wel 5 sprongen uitvoeren. Dat is een gestampte van je helste. Je kunt ook het scherm van de gamepad aanraken in plaats van op A te drukken. Kan ook natuurlijk. Oké, dit gedeelte is niet zo leuk. Je hoort jezelf aanvallen, maar je hoeft er niet bij neer te leggen, Mario. Je mag zelf verdedigen dat je wettelijk je recht. Druk op het juiste moment op A om aan te vallen. Af te weren en minder schade op te lopen. Goed zo, Mario. Nou, dan gaan we weer een kaart pakken. Gaan we kleuren weer in. En het is de kleine schoen. Nou, dat ging niet zo slecht, vind ik. En daar zijn ze nou weg. Ik zie groen van jou, dus je bent een natuurtalent. Arme Toad. Ieder momentje. Ieder stille momentje, alsjeblieft. Man, wat heb ik een honger, zeg. Hij is op echt. Eigenwijs. Gingen jullie me nou nog trakteren of hoe zit dat? Maak je geen zorgen om die Toad. Dat komt wel in orde. Stel je niet zo aan, joh. Misschien is hij er toch slechter aan toe dan ik dacht. Maak je geen zorgen, hij heeft alleen een nieuwe verfla nodig. En dan is hij zo weer boven. Echt, kun je hem helpen met verf? Ja. Oh, dat zou een wonder zijn. Hij komt niet terug als een of andere enge zombie dood of zo. Nee, mevrouw, hij zou precies hetzelfde goede auto zijn. Het is de kracht van het verf. Verf is niet alleen bedoeld om festkaarten mee te versieren. Het verf wordt de wereld een stukje mooier. Ik heb je hamer vast gevuld met alle kleuren van de regenboog. Doe maar, druk op X om te mappen. Mac op je flitse vriend daar. Fikse vriendje daar. Nog 5 minuutjes. Wacht, wat gebeurt er? Ik leef. En ik kan een rukker voelen. Hoera, 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 auto. Ik ben zo blij dat je in orde bent. Zonder kleur was je er bijna niet te herkennen. Zie je? Dat is de kracht van de verf. En waarschuwing. Ik heb je dan wel al mijn verf gegeven, maar die raakt wel een keertje op. Als je er veel wil blijven verven, zal je af en toe een nieuwe voorraad moeten vinden. Dus, verfblik heeft zojuist mijn leven gered. Nou bedankt hè, meneer Blik. Hey, voor het geval dat er nog meer van die mafketels met rietjes met zuigrietjes tegenkomen. Geven we onszelf nieuwe verf. Makkelijk. Herinner je die fontein in het centrum nog? Een ene en ik een tukje lag te doen. Dat is de verfbron voor het hele kleurrijk. We hebben 6 sappige grote verfsterren in deze fontein. En die geven zoveel verf als je maar wilt. En bovendien zit er bijna alles hierin. Mup er maar eens op los met je hamer. En je ziet vanzelf wat ik doe. Oh, geweldig nieuws. Ik maak me een beetje zorgen, want de fontein zag er helemaal niet droog uit toen we je wekten. Ja, dus dan moeten we hem gewoon aanzetten, neem ik aan. Hij was echt helemaal droog toen we aankwamen. Ja, grappenmaker. Ik bedoel droog, alsjeblieft zeg. Onze grote verfsterren raken nooit op. Kom op. Ik laat het jullie zien. Nou, dan krijgen we het hoor.
verster. Ik weet niet wat een verster is, maar ik heb ze zeker niet gezien. Mario, er ligt nog een kleurloze figuur. We kunnen hem niet zomaar achterlaten. Wat kunnen we doen? Erop muppen natuurlijk. Oh, met kleur. Welkom in de kaarten, wie? Wacht, wat gebeurt er? Het laatste wat ik me herinner is dat ik was omsingeld door een groep dorstige shy guys. Moet je nou eens kijken hoe die erbij lopen? Wat ben jij? Een soort van Mario-imitatie of zo? Wat hou je binnen met zo'n optreden? 8-9 minuten per uur. Nou ja, hoe dan ook. Je kunt altijd bij mijn winkel in de Blauwe Wijk langskomen als je gesprekskaarten zoekt. Oh ja, en als je die shy guy tegenkomt die mijn kaart hebben gejat, maak er dan een kleur hulp van. Nou, daar hebben we de toot hoor. Hey Mario, goed nieuws met die gevechtskaarten. Je moet alleen wel wat meer je gevechtsactie oefenen. Zoals je wilt oefenen, kun je bij mij ruimte oefenen. Ik doe huis langskomen. Of we kunnen samen een film kijken of zo. Ik heb surrender sounds. Dat wordt echt niet ongemakkelijk. Kostbare verster, allemaal weg zijn ze. Deze fontein faalt echt hard met zijn regenboog van geluk en blijheid. Volgens mij moet iemand dat blik even schudden. Niet huilen, meneer Blik. Misschien kunnen we je helpen die, hoe heet ze ook alweer te vinden, die grote versterren. Nee, het heeft geen zin. Ze zijn weg, allemaal weg. Kleurbord zonder grote versterren is als een pizza zonder pruimen. Die vergelijking snap ik niet, maar wat een combinatie. Maar die verste, oh. Oeps, ik heb te snel gedrukt. Wacht eens, wat ruik ik? Dat ruikt als een verster. Ik wist het. Kijk daar. Dat is een van onze grote versterren. Maar hij is niet glorieus. Oké, prinses Peach en Mario Toad, jullie kunnen me toch helpen. Helpen die grote versterren terug te halen. Ik voel me een beetje plat sinds ik ben uitgevroren. En ik wil niet klagen, maar ik heb mezelf serieus min of meer voor jullie opgeofferd. Hij heeft gelijk, we staan bij hem in het kruid. Bovendien heb ik het gevoel dat dit ook iets met ons mysterie te maken heeft. Wat zeg je ervan, Mario? Ga je meneer Blik een handje helpen? Meneer Blik is mijn vader, noem maar gewoon Toon. Bedankt voor de hulp, iedereen. Dit betekent echt heel veel voor me. Goed, laten we die grote versen gaan terughalen. Let niet op mij, ik kruip gewoon in je broekzak. Als je wilt praten, kun je op de bovenste knop drukken. Om het te roepen. Dat is makkelijker en minder pijnlijk dan een beuk met een hamer te geven. Ik ken deze stad als de binnenkant van mijn deksel. Dus als je vertaalt, kun je me om hulp vragen. We gaan hier een poosje wachten, Mario. Haal je straks wel weer in. Mario, het spreekwoord zegt, papier is geduldig. Dus hou vol. Je kunt altijd langskomen als je een beetje gescheurd of verkreukeld voelt. Ik strijk je weer helemaal netjes en glad en vul jou op bij.
Nou, dat was het dan alweer. Dat was met de X. Oh. Dan pakken we even deze toe. Ik was de bloemetjes aan het bewandelen toen ik me opeens zo leeg voelde. Als ik een hamer had gehad, had ik de bloemen en bomen kunnen mappen om mezelf nieuwe verf te geven. Nou ja, als ik een hamer had gehad en als ik bij bewustzijn was geweest. Maar goed, Kleurpaard is zo rijk aan verf dat het zo'n beetje overal uitbarst. Probeer maar eens iets te mappen en geen zorgen, alles kan tegen stootje. Nou, laten we gelijk ook even deze tot kleuren. Stop, laat me met rust. Ik probeer alleen de post maar te verzorgen. Mario, wat is er met me gebeurd? Het laatste dat ik me herinner is dat ik werd aangevallen door een groep shakers met een rietje. Was dat een droom, maar het voelt alsof er iets mis is met mijn hoofd. Kun je even kijken? Wacht, ik vergeet van alles. Ik heb mezelf nog niet eens voorgesteld. Ik ben de poststoot van Kleurpoort. Voel je vrij om langs te komen in mijn nederige postkantoortje in de Blauwwijk. Je kunt er zelf post laten bezorgen tijdens je verblijf op ons eiland. Fantastisch toch? Bedankt dat je me hebt gered, Mario. En nu aan de slag. Laten we deze ook maar even doen. Wauw, dat was geen nachtmerrie. Het was echt. Ze hebben echt onze prachtige kleurfontein vernietigd. Maar nu ben jij er. Alles komt weer goed, toch? Mario? Vindt onze versterren terug? En red ons van een leven vol eilanden en een verdriet uitje voor jou, toch? Welkom in de Rode Wijk, trouwens. Oké. Als het goed is, zijn nu alleen maar hier kleurtjes. Dus, bedankt voor het kijken. En ik hoop jullie te zien bij de volgende. En ik hoop jullie te zien bij de volgende aflevering van Super Mario Paper Mario Color Splash. Nou, bedankt voor het kijken. En als je het leuk vond, een duimpje omhoog. En tot de volgende aflevering. Doei!